Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Weinig, geen bewolking boven Nederland. Het wordt weer een stralend zonnige dag. Misschien wat sluierwolken hier en daar, maar die mogen eigenlijk ook amper naam hebben. Strak blauwe lucht dus, met in de ochtend al snel temperaturen van 17 graden oplopend naar 20 graden aan het eind van de ochtend. En vanmiddag loopt de temperatuur nog wat verder op. In de kustprovincies gaat het ietsjes minder snel. Daar hebben we temperaturen van zo'n 20 tot 23 graden, maar dieper landinwaarts wordt het 26 of 27 graden. We hebben ook vanavond nog lange hoge temperaturen met een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten. Dan morgen, dan is de wind meest noordoost, later oostelijk. In het noorden van het land is het wat minder warm, zo'n 17 of 18 graden. In het zuiden, zuidoosten wordt het nogal weer 24 graden. Opnieuw een dag met volop zonneschijn. Het is echt prachtig lente, bijna zomerweer. Maar er komt wel verandering in, want zondag neemt de kans op onweersbuien toe na nog een warme dag. En vanaf maandag is het dan duidelijk een stuk wisselvalliger en vooral ook veel koeler. De middagtemperaturen liggen dan op 13 of 14 graden. Ik ben Marco Verhoef. Vanweerplaza.nl